geloof je niet, zijn we die rilsen van die deur eruit te halen. We komen schroeven tekort. Want ja, die zaten er niet bij de deur die we gekocht hebben. Maar we halen die rilsjes eraf. En wat vind ik? Moet je kijken. Er liggen daar dus nog schroeven in. Die liggen daar al 40 jaar te wachten. Op een deur. We hebben nooit een deur gehad, die bus. Maar hij is wel voorbereid op een deurtje. Dan moet ik even peuteren. Oh. Dat was er alleen. Maar daar heb je gewoon een of andere Duitser op de lopende band gezeten. En die denkt, ik flikker ze gewoon schroeven in. En ze zoeken het maar uit. Ja, richting. Een magneetje. Woep. Dat is toch goed? We hebben gewoon originele schroeven. Deur de bus. Hij is geklamuurd en nu wordt hij weer geschuurd en nog meer geschuurd. En dan hopelijk gaan we straks verven. Van de rol halen we twee strookjes af. En dan kunnen we alle losse vloerplaatjes maken. Daarop doen we isoleermateriaal. Dat vloer geïsoleerd en dan onderkant een soort van waterdicht. Die auto is 40 jaar oud, hè? Er zit ook 40 jaar stroef in. Dat is niet te doen. Kost dat nou dan een minimum? 5 euro. 5 euro. Ik laat je even zien wat voor constructies je hebben bedacht, want ik had maar een schortje tekort. Nou ja, best onoverdacht. Het vakje hier zo, maar omdat hier geen schortje zat, hebben we er een latje in gemaakt, zodat het blad er wel op kan rusten. Dus die moesten we even op maat zagen en dan valt het erin. Kitten zo meteen, kitten we hem af. Gaat er een plaat op en daarna het isolatiemateriaal. We moeten de catering ook even in beeld hebben. Ja, jij verzorgt elke week het eten. Dat is heel belangrijk. Ja, het is belangrijk bij het voedsel. Wat eten we vandaag? We eten vandaag kuften met aardappeltjes en courgette in de tagine. En we eten kipschotel met paprika, ui, knoflook, tijm, balsamico, azijn, olijfolie. Lekker hoor. Nou, dat is het. Geen idee wat het is. Ik ben benieuwd. En broer komt ook eten. En broer. En schat. En zus. Hey, schatje. Hey. Het zit er weer op voor deze week. Ben je lekker opgeschoten? Maar goed. En jij? Nou, er zit nu een kwart van de vloer zit erin. Volgende week afmaken en dan... Kunnen we lekker warmjes draaien. Lekker warmjes erbij. En dan moet het dak nog. En jij maakt volgende week de deur af. Dat hoop ik. Ga lekker slapen. Doei! Doei! Ja jongens, dat was het weer. Bedankt voor het kijken. Volgende week weer een nieuwe video. Vergeet niet te liken, subscriben en druk op die bel. Dan krijg je een notificatie wanneer er een nieuwe video is. Volgende week leggen we de vloer erin en gaan we bedenken hoe de inrichting van de bus eruit gaat zien. Jongens, tot volgende week. Ciao!